Wat een eer dat u weer kijkt naar de straten van Amsterdam. Vandaag op de Nieuwmarkt en duiken we in het slavernijverleden. Wat gaan we doen? We gaan onder andere naar de Oude Kerk. Daar is een graf van de enige donkere man die daar begraven ligt. Verder gaan we naar een bijzonder huis. En gaan we de gevels eens onder de loep nemen, want die vertellen heel veel over de geschiedenis van de stad. En dat doen we onder andere met, ja, op zijn Amsterdam, Ashaki. Maar ik denk Ashaki. Niet... Hoe zeg Ashaki. Je het? Ja, that's it. Wat is het? Waar komt je naam vandaan? Afrikaanse naam. Ik weet niet precies uit welk land, maar ik weet wel dat het een Afrikaanse naam is. Het betekent mooi. Nou, ja. Kijk eens. Dat past. Dankjewel. En een prachtige ketting. Ja, dank je. Wat zijn schelpjes? Ja, dit zijn dus van die kauri-schelpen, kokolishi, als we het even in het papiament zeggen. En deze schelpen werden vroeger gebruikt om eigenlijk als ruilmiddel. Dus hiermee kon je ook tot slaafgemaakte mensen kon je dus kopen. Ja, eigenlijk een soort geld. Ja. We gaan het hebben met jou over het slavernijverleden. Jij geeft tours op de Nieuwmarkt. Ja. Maar allereerst, wat is jouw eigen link met het slavernijverleden? Ik ben natuurlijk een afstammeling van tot slaafgemaakte mensen. Ik ben geboren op Curaçao, een voormalig Nederlands kolonie. En ik ben hier omdat jullie daar waren, zeg ik altijd. En mijn link is dat ik dus uiteindelijk hier in Nederland ben beland. Ik weet niet precies waar in Afrika ik vandaan kom. Het enige wat ik weet is dat ik Afrikaan ben en afstammeling ben. Wat weet je van je voorouders die slaaf waren? In wat voor omstandigheden leefden zij? Ja, nou ik zeg wel tot slaaf gemaakt, omdat het geen natuurlijk proces is. Ze zijn echt tot slaaf gemaakt en niet als slaaf geboren. Maar wat weet ik van echt mijn eigen voorouders? Niet heel veel. Maar ik weet wel heel veel van voorouders, van Afrikaanse voorouders in het algemeen. Maar mijn eigen link, nee, daar niet heel veel over. Die heb je niet kunnen vinden of niet naar gezocht? Nee, het enige wat ik weet, ik heet van mijn achternaam Leitu. Nou, dat is een Portugese achternaam. En dat is dus een Portugese achternaam, omdat je natuurlijk ook Portugese slavenhandelaren had. Maar voor de rest de persoonlijke link, nee, heb ik nog niet gevonden. Nee. We hebben expres op deze plek afgesproken. Vertel eens even, wat is hier te zien? Ja, ik ga er eerst dan even naar wijzen. Dus eigenlijk als we daar omhoog kijken, dus waar je het zwarte gebouw met 1663 ziet. Als je dan aan beide kanten kijkt, dan zie je eigenlijk gewoon mannen zitten. Als je dan heel goed dichtbij kijkt en naar het gezicht kijkt en naar de gezichtsfeatures, dan zie je dat dat zwarte mannen zijn, dat het Afrikaanse mannen zijn. Het zijn niet zomaar Afrikaanse mannen, het zijn ook Moren. En dit was eigenlijk een pakhuis ten tijde van slavernij, een tabakpakhuis. Je ziet dat ze tabakbladeren vasthouden ook. En Moren werden eigenlijk op verschillende manieren gebruikt ten tijde van de slavernij. De Moren die hebben ongeveer 800... Die kwamen uit Afrika, toch? Die kwamen uit een gebied van Noord-Afrika. En als we aan Noord-Afrika denken, dan denken we vaak aan mensen die er als Marokkanen uitzien. Dus Arabieren, een beetje lichte huidskleur. Maar eigenlijk alles behalve, het waren hele donkere Afrikanen en gemixt met wat Arabieren ook. En ze hebben bijna 800 jaar hebben ze dus geheerst over verschillende plekken in Europa. Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal. En ze hebben heel veel kennis meegebracht. Kennis over medicijnen, over wiskunde, vrijheid van religie, van alles. Maar tijdens de slavernij, in 1492 zijn ze verslagen, was het eigenlijk belangrijk om ook een beetje dat verhaal te veranderen. Dus hoe ze toen werden afgebeeld als koninklijk met kronen op, wilden ze eigenlijk het linken aan de slavernij. En middels afbeeldingen van Moren kon je dus je link laten zien en laten zien dat je of tot slaafgemaakte mensen had, of iets met slavenhandel deed en daardoor eigenlijk welvarend was en dus veel status had. Het was eigenlijk een statussymbool als je dat op je huis had. Absoluut, het was een statussymbool. Daarmee liet je zien dat je gelinkt was aan slavenhandel en dus oftewel dus ook geld had. Absoluut. Is er iets bekend over wie daar in die tijd woonde? Nee. Niet over wie in dat huis woonde. Kijk, dat zijn natuurlijk ook verschillende mensen geweest, want het is een hele lange periode geweest ook. Dus het was in en uit eigenlijk. Maar wat je gewoon weet is dat als er hier een Moor afgebeeld staat, dan was het iemand die gelinkt was met slavenhandel en daardoor dus eigenlijk heel veel geld heeft weten te verdienen. Ik vind het heel tof, hè? Want als je kijkt naar Moor, de naam Moor, Mauren, betekent zwart.
in het Grieks. Maori betekent ridder in het Engels. Hè? Maar het waren ridders, ze waren zwart ook. En als we dan kijken naar wat de Mooren allemaal hebben meegebracht en dan hoe dat verhaal is veranderd. Op verschillende manieren werden gezichten van Mooren gebruikt. We hebben bijvoorbeeld in de stad de vergulde gapers. Dat is dus om aan te geven dat het een apotheek was en dat ze dezelfde kennis hadden als dat de Mooren hadden. Dus op verschillende manieren. Komen ze terug in het straatbeeld. Ja. Goed, zullen we even verder lopen? Trouwens, die raampjes die daar zitten, die vind ik altijd heel erg mooi. Die zie je vaker op grachtenpanden. Dat worden koeienogen genoemd. Oh, oké. Nou, daar heb ik ook wat geleerd. Dankjewel. Hoe vind je dat Amsterdam omgaat met het slavernijverleden? Niet goed. Nee? Slecht, nee. Ik merk wel dat er groei is en dat er steeds meer mee gebeurt. Maar laten we even als voorbeeld nemen. 1 juli hebben we Kitty Kottie. Nou, 1 juli wordt niet landelijk herdacht. Als we kijken naar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, dat gebeurt landelijk. Landelijk hebben we 2 minuten stilte, landelijk staan we daarbij stil. Maar bij de slachtoffers van de slavernij niet. Dus nee. Nu in Amsterdam zie je natuurlijk wel dat er steeds meer aandacht voor komt. De gemeenteraad heeft onlangs gezegd, de meerderheid, van er moeten excuses worden gemaakt. Er zijn plannen voor een slavernijmuseum in de stad. Ja. Dat doet je ook dan denk ik goed. Ja, kijk, er moeten excuses worden gemaakt, absoluut. En voor mij is het eerst zien dan geloven. Want ze praten over volgend jaar excuses maken. Raakt het jou nog wel eens zelf, als je kijkt naar Amsterdam, hoe er met het slavernijverleden wordt omgegaan? Ja, raken. Ik denk dat de erfenis van ons slavernijverleden me nog raakt. Wat is die erfenis dan? Nou ja, als je kijkt naar Nederland, naar Amsterdam, er is nog heel veel racisme. Er is heel veel geïnstitutionaliseerd racisme. Racisme wat we ook vaak ontkennen. We doen ook vaak alsof er geen racisme is in Nederland. Heb jij daar zelf wel eens mee te maken? Oh ja, vaak genoeg, ja. Noem eens een voorbeeld. Ja, nou ja, ik ben zwart en ik ben vrouw. Dus als we het over intersectionaliteit hebben, ik word dubbel onderdrukt. Maar laten we zeggen, beeldvorming, dus hoe men mij ziet. Oh, wat ben ik slim voor een zwarte vrouw. Dat is heel vaak gezegd. Maar ook bepaalde aannames. Dus dat mensen zeggen, oh, wat ben je slim? Wat ben je slim voor een zwarte vrouw? Dat zeggen ze er specifiek letterlijk bij. Ja, een Antilliaanse vrouw. Dus die term klopt ook niet meer. Maar wat ben je slim voor een Antilliaanse vrouw? Jeetje, woe. Wat zeg je dan? Ja, nou, het is te lang om nu, op in te gaan. Maar ik denk afhankelijk van wie. En ook afhankelijk van hoeveel energie ik eraan kwijt wil. Wat je merkt is, als het volledige verhaal niet verteld wordt, dan begrijpen we niet waarom ik hier ben als zwarte vrouw. Dan begrijpen we niet waarom Amsterdam zo gekleurd is. Hè? Ik bedoel, meer dan 52% zijn mensen van kleur hier in Amsterdam. Het zijn meer dan witte mensen, wonen hier mensen van kleur. Maar dat weten we niet. We begrijpen het niet en we komen zo niet tot elkaar. Nou, neem ons mee in jouw kennis. Ja. Dit is een van de panden waar je even wil stilstaan. Absoluut. Ik zie het al, een gevelsteen. Ja, wat zie je nog meer? Admiraal Tromp. Ja. Bekend admiraal uit Nederland, uit de 17e eeuw. Ik zie een vlot. Ja. En ik zie een donker persoon ernaast staan. Ja. Ja, dat is dus een zwarte jongen. En houdt zijn helm vast. En dit is inderdaad admiraal Cornelis Tromp. En dit was dus een van zijn panden. En admiraal Cornelis Tromp was in 1679 bevelhebber van de vloot van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. En je ziet dus een zwarte jongen naast hem. En hij, op een van zijn reizen, dit was toevallig naar Angola, nam hij deze zwarte jongen mee naar Amsterdam. Als slaaf? Ik ga het vertellen hoe dat was gegaan. Nam hem mee naar Amsterdam als een cadeautje voor zijn vrouw. En ik heb dus dit boek bij me. Dit is dus Gids Slavernijverleden Amsterdam. En hier staat dus een foto van zijn vrouw in. En als je dus naar de foto kijkt, dan zie je dus dat diezelfde zwarte jongen naast haar staat. En hij is dus helemaal opgedost hier, ziet er mooi uit, wordt eigenlijk gebruikt als accessoire om aan te geven, hé, we zijn welvarend. En hij staat naast haar om te laten zien hoe wit zij is, hoe wit haar huid is. Want hoe witter je bent, hoe mooier je bent. En dan moeten we het eigenlijk ook gaan hebben over hoe slavernij hier in Amsterdam, hoe dat plaatsvond. Er was namelijk slavernij in Amsterdam, maar dit was dus eigenlijk het vrije land. Zogenaamd was het niet legaal hier en mocht je hier geen tot slaaf gemaakte mensen hebben. Het gebeurde wel, maar op een andere manier. Dus net zoals bijvoorbeeld admiraal Tromp, die dan zo'n jongen meeneemt.
waren er andere mensen die ook verschillende mensen uit verschillende landen in Afrika meenamen. Gewoon ontvoeren, naar Amsterdam meenemen. En dan was het eigenlijk de bedoeling dat ze hier in Amsterdam vrij werden gelaten. Dat gebeurde niet, bijna niet, omdat één, de tot slaaf gemaakte mensen hun rechten niet kenden. En twee, ja, als je maar gewoon genoeg geld had, hè, in die elite cirkel, wisten ze het allemaal. Ze wisten het allemaal, ze zeiden niks en zeiden, weet je wat, we gaan het anders noemen. We noemen ze bediendes. Bediendes die niet werden betaald, bediendes die geen rechten hadden en die dus wel tot slaaf gemaakt werden. Maar in dat cirkeltje was het gewoon sociaal geaccepteerd. Onder wat voor omstandigheden leefden die bedienden? Ja, dus die werkten dan bijvoorbeeld in huis dan, als dus zogenaamde bediendes. Dus kijk, als we dan het hebben over de koloniën, dat is een andere vorm van slavernij. Omdat er daar gebeurden de verschrikkelijke dingen. Hier had je gewoon totaal geen rechten en moest je eigenlijk gewoon doen wat je verteld werd. Hè? Dus kijk, wat wel zo was, is dat al die eigenaren die dan eigenlijk overseas ook heel veel tot slaaf gemaakte mensen hadden, die wilden daar niet mee geconfronteerd worden met alles wat daar gebeurde. Maar ze wilden wel een bediende hebben die ze niet hoefden te betalen. En was dit dan ook een soort statussymbool zoals we daar zagen? Ja, absoluut. Ja. Zullen we naar binnen gaan? Hier woont Danny en die wil even de deuren voor ons openen. Even kijken of zijn bel doet, anders moesten we even roepen. Danny! Even kijken. Zie je? Nou ja, dit is de bel. Ik vraag me af of die het doet. Doet de bel het? Hi Danny. Dat dacht ik al. Die hangt er ook niet heel best bij. Mogen wij boven komen? Ja, tuurlijk. Fijn. Mooie bel, ja. Danny is 22, komt uit Soest. En is hier vorig jaar komen wonen. En is helemaal verknocht volgens mij aan de Nieuwmarkt. En studeert voor meubelmaken. En ondertussen maakt hij ook al heel wat meubels. Spannend. Maar hij mag zijn bel ook wel even maken, want kijk, die hangt er dus zo bij. Dat werkt niet. Als meubelmaker heb je wel een verdomd slechte bel. Ja, sorry. Excuus. Hallo. Hallo. Hoi. Hoe maak je het? Goed. Ja? Ja. Mogen we verder komen? Ja, tuurlijk. Kom verder. Hoeveel trappen is het op? Vijf. Vijf? Nou, hier. Oh. Kijk uit voor je hoofd hier. Ik heb vast vol. Welkom. Oh, dat valt me nog mee. Wat? De trap? Ja. Jawel toch? Is ook wel te doen. Hoe vaak heb je dat gedaan met een slok op? Ja, best wel vaak. Maar het gaat wel goed hoor. Ja, ja. Ja, op een gegeven moment lukt dat wel. Dit is jouw crib. Dit is onze crib, ja. Leuk toch? Ja, met hoeveel woon je hier dan? Ik loop een stukje door. Zo. Ja. En toen kwam jij uit Soest en dacht je, jeetje, nu mag ik wel in mijn handjes knijpen dat ik hier kan wonen. Ja, ja, het is wel heel chill, ja. Dit is echt, echt een buitenkans natuurlijk. Mensen betalen voor zo'n verdieping al enorm veel geld. En, ja, en als wij dan voor zo weinig hier mogen wonen. Want wat is weinig? Wat is weinig? Minder dan 500. Oh ja, dat is weinig in Amsterdam, helemaal in het centrum. Jawel toch? En ik zit hier een beetje te kijken. Wat zijn nou, welke meubels komen van jouw hand of hier nog niet? Oh, hier niks eigenlijk. Even kijken. Ja, oh nee, dat tafeltje. Is wel leuk. Oh, je storen je in je ontbijt? Of is het lunch? Nee, ja, ontbijt eigenlijk. Vakantie, excuse, hè? Slome dagen. Dit is een meubeltje bijvoorbeeld. Maar kijk, heel oud hoor. Heb ik echt vroeger een keer gemaakt. En dan laatst een keer dit gemaakt erbij. Dat is roestwater. En dat doe je dan op eiken en dat dan wordt dan zwart. Schattig. Ja, hè? En dat hoe kom je er nou bij om meubel maken? Je studeert er ook voor, toch? Ja, ik studeerde ook voor, maar bijna klaar, nog een jaartje. En hoe kwam ik daarbij? Ik was klaar met stage, met mijn opleiding marketing en communicatie. En dat vond ik niks. Ik dacht, ja, dan kom ik achter een bureautje te zitten. En dat is niks voor mij. Dus ik dacht, wat ga ik dan doen? Dus toen ben ik met dit soort dingen aan de slag gegaan. En verkoop je ook al? Nou, nee. Nee, dat niet. Ik heb daar gewoon geen tijd voor. Dat is het een beetje. Tijd voor? Of is het studentenleven? Ja, dat ook een beetje natuurlijk. Maar het is vooral een combinatie van school, werken, ook nog leuke dingen willen doen. Dus dat komt nog? Dat komt nog, ja. Als ik wat meer tijd heb, dan ga ik daar maar aan de slag. Wat heb je hier nou tussen het raam? Een beeldje. Ja, die ramen die blijven niet vanzelf. Wat is het voor beeldje?
Een houten beeld van een pop, ik weet het ook niet, van mijn moeder gekregen. Nou, handig cadeau. Ja, toch? Ja, dat vond ik ook. Ik vond het wel mooi. Wist jij wat er aan jouw pand hangt voor gevelsteen? Ja, Tromp. Admiraal Cornelis Tromp. Hey. Die heb ik een beetje opgezocht. Ja, die hangt aan de gevel. Maar weet je ook wie het is? Weet je ook waarom die zwarte jongen naast hem staat? Wist je dat ook? Ja, het was in de tijden van VOC. Dus ja, ik weet niet of het iets te maken heeft met dat hij slaven heeft vervoerd. Dat denk ik niet. Maar ik denk eerder dat het een soort van knecht is. Die zwarte meneer. Je hebt goed je huiswerk gedaan. Kreeg jij op school, want daar hadden we het net over. Het is wel een tot slaaf gemaakte jongen. Want hij woonde hier wel als tot slaaf gemaakte. Ja, zogenaamde bediende, hoe ze het hier in Amsterdam eigenlijk noemden. Ja. 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 Kreeg jij, wat hadden we net over, kreeg jij op school les over het slavernijverleden? Ik denk het wel. Ja, heeft iedereen wel gehad. Ja? Volgens mij. Ja, maar toch? Het is wel grappig dat je zegt, ik denk het wel. Dus je weet het niet zeker. Nee, of het is niet nou trouwens, nu ik zit na te denken wel. Ja? Want ik heb ooit plaatjes gezien van hoe dat dan in die schepen lag. Dus ik heb dat wel eens op school gehad. Ik weet niet welke groep of wanneer. Maar we hebben het wel erover gehad, ja. Maar ga je ik zo ken naar... niet namelijk. Nee. Ik ken niet, nee. Hij ik is ietsjes jonger misschien. Het scheelt niet veel. Hoe oud ben je? 22. Ja, nee, ik ben 33. Dus het is wel een generatieverschil. Ja, misschien zit daar verschil in. Dat gebeurt eigenlijk. Ja. Dus ik weet niet waarom dat dan niet... Nou ja, het kan veranderen. We gaan naar de Oude Kerk. Daar gaan we een uniek graf bezoeken. Namelijk van de enige donkere man die in de Nieuwe Kerk, Oude Kerk moet ik zeggen, begraven is. Vind je het interessant om mee te gaan? Ja, naar binnen bij de Oude Kerk. Oh ja, ja. Ben je wel eens geweest? Altijd nog een keer. Nou, nee, nog niet. Dus, kom met ons mee. Ja. Oh ja, ik had koffie gezet. Willen jullie koffie? Nee, hè? Nee, we gaan snel door, want de directrice staat op ons te wachten. Oh, ja. Heel lief. Oh ja, sleutels. Sleutels, ja. Goed. Dit is een hele smalle trap. Zeer stijl. Kijk uit voor je mooie jurk. Ja. Hoe vind je het wonen hier? Ja, gezellig. Lekker druk natuurlijk, dat wel. Heb je er wel eens last van? Ja, nee, eigenlijk niet. Nou, aan mijn tv kijken misschien. Dan hoor je soms van het geroezemoes, schreeuwende Engels. En dan denk je van, nou, ik kan mijn show niet verstaan. Maar voor de rest, superleuk. Ja, hartstikke mooi Amsterdam natuurlijk. Ik geniet altijd al van om hier af en toe rond te lopen. En dan, en dan ben je nog nooit even de Oude Kerk binnengegaan. Nee, maar dat mocht volgens mij, dat kost geld, toch? Ja, ja, precies. Ja. Nou, nu kan je gratis. Ja, nu ben ik gratis. We hebben afgesproken met Jacqueline Cranjean. Zij is de... directrice, hallo. Goedemiddag. We zijn op, volgens mij mochten we doorlopen van de. Dank u wel. Even kijken waar we dan naartoe moeten. Naar rechts? Ik denk het, ja. We gaan ervoor. Ja. Het is even. Zo. Ik zou niet verwachten dat het zo in Amsterdam zo zit. Wauw. Ja. Misschien kan jij alvast vertellen welk graf we gaan bezoeken. Ja. Nou, we gaan dus naar het graf van Jacob Matroos Beeldsnijder. En dat is dus een man die geboren is in slavernij, tot slaaf gemaakt geweest ook. En geboren uit een moeder die ook tot slaaf gemaakt was. En zijn vader was een hoge ambtenaar in Suriname. Hij is dus ook in Suriname geboren. Heeft een tweelingbroer. En dat is wel een bijzondere combi dan, toch? Ja, ja, zeker. Ja, dus een tot slaaf gemaakte moeder. Ja. Een hoge ambtenaar in Suriname. Die dus samen kinderen hebben gekregen. Vaak ging dat niet vrijwillig. Nee, kijk, wat je vaak merkt is dat men daar een zogenaamd een romantisch verhaal van wil maken. Maar één, nee, er waren heel vaak of verkrachtingen. En twee, er is geen romantisch verhaal als je tot slaaf gemaakt bent. En iemand anders dat niet is en iemand een slavenhouder is. Ja. Ik zag Jacqueline net de trap afrennen en ineens weer naar boven schieten. Ik denk dat ze niet zo op de camera heeft. Joa heeft ook een heel eng gezicht, de cameraman. Kijkt ook heel boos. Ja. Nou, laten we even om het hoekje kijken of ze er aankomt. Hallo. Ik zag u naar boven, naar beneden rennen. Hallo, Cecile, AT5. Ik was aan het timmeren, dus ik dacht, ja, dan kunnen we elkaar helemaal niet verstaan. Nou, dus u heeft even gezegd, zachtjes doen. Ja, precies. Ja. Neemt u ons mee? Ja, natuurlijk. Mag je zeggen trouwens. Nou, fijn dat je er bent, dat je even tijd hebt weten te maken.
We hebben het net gehad over de heer matroos. Hoi, Jacqueline. Over het graf, misschien kunnen we die richting oplopen. Ja, dat is die kant op. Hoeveel mensen liggen hier begraven? Ja. Er liggen hier 20.000 mensen begraven, maar er zijn 2.000 stenen. En onder iedere steen zien we hier dus meerdere mensen. En in 1865 is het begraven in de Oude Kerk gestopt. Dat mocht niet meer, vanwege hygiëne. En toen zijn de namen op die stenen, dus de laatste namen, die er nu nog steeds op staan. Was het een eer om in de kerk begraven te worden? Ja, of was het een heel grote eer. Ja, er zijn hele belangrijke mensen hier begraven. Belangrijke bestuurders van de stad, geestelijke, veelal natuurlijk rijke mensen, regenten. Ja, je ziet het ook al aan de talrijke familiewapens. Hè. Dit is Koenraad van Beuningen bijvoorbeeld. Dat was een van de burgemeesters van de stad. Deze Johan? Deze meneer die hier ligt. Een hele bekende Amsterdammer die aan de Amstel woonde in een groot en voorname huis. Dus ja, dat waren wel de belangrijke burgers, zeg en maar. En wie had dan de selectie gemaakt dat de heer matroos hier ook begraven mocht worden? Dat was de vader van meneer matroos. En hij was in Suriname gekomen via de handel in slavernij. Hij heeft daar een courant opgezet, een Surinaamse krant. Hij heeft daar ook huispersoneel gehad en ook tot slaaf gemaakt in zijn huis gehad. En met een van die mensen heeft hij een relatie gekregen en twee zoons. En toen hij weer naar Nederland is gegaan, toen heeft hij vrouw en kinderen meegenomen naar Nederland. En uiteindelijk heeft hij zijn zoon hier moeten begraven in de Oude Kerk. Maar en ik ben wel heel erg benieuwd, want hoe ziet u dat dan? Want de moeder van Jacob Matroos Beeldsnijder, die was dan ook tot slaaf gemaakt en eigendom van Wolfert Jacob Beeldsnijder. Ja, ja. Dus, want als u het heeft over een relatie krijgen, dat zit me dan niet helemaal lekker. Omdat we dan vaak spreken van zogenaamde romantische verhalen. Terwijl de verhoudingen natuurlijk al niet kloppen. Als je tot slaaf gemaakt bent en eigenlijk eigendom bent van iemand. Ik zeg ook niet dat het klopt. Ik geloof niet dat je me dat hebt horen zeggen. Dat klopt. Nee, want dat is een relatie. Nou ja, ze hebben seks gehad en ze hebben twee kinderen gekregen. Ja. Laat ik het zo zeggen. En die seksuele relatie, die was er. Oké, okay, ja. Ja, met kromme verhoudingen dan, absoluut. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet hoe je graag met elkaar om wil gaan. Nee, seks of verkrachtingen, waar we ook vaak van spreken. Ja. En natuurlijk met rare verhoudingen of ongelijke verhoudingen. Ja. Ja, maar vind dat weten we natuurlijk niet precies, hè, hoe dat is gegaan. Maar dat zegt het eigendom was, dat weet je Maar zegt het iets dat hij zijn zoon hier heeft laten begraven? Zullen we even die kant op lopen? Ja, laten we even naar het graf gaan. Maar zegt dat iets over zijn verstandhouding met zijn zoon? Dat lijkt me sowieso, hè. Als je je zoon begraaft met een steen, dan heb je in ieder geval de intentie om hem goed achter te laten en hem te herdenken. Deze is het. Ja, en maar hoe die relatie echt is geweest en hoe gelijkwaardig die was, dat kun je aan deze steen niet aflezen. Wat zegt het beeldje op het graf? Het beeldje is een beeldje uit 1860, zo'n beetje. Toen ook de slavernij ter discussie werd gesteld in de wereld. En dit soort beeldjes werden dan ook gemaakt om aandacht te vragen voor de gruwelijkheden van slavernij. En je ziet al, het is een vrij heftig beeldje, hè, gruwelijk beeldje. Gemaakt van tropisch hardhout. En dat werd dus heel duidelijk ook verspreid als teken dat het zo niet langer kon. En ik denk dat een beeld in die zin eigenlijk als teken van verzet. Als teken van verzet, maar ook om aandacht te vragen bij de mensen die zich daar niet bewust van waren. Om de gruwelijke echt onder ogen te brengen. En van al die mensen die hier begraven liggen, is dit dan het enige graf van een donkere man? Voor zover wij weten wel, ja. Dus heel bijzonder. Ik vind dat heel bijzonder, ja. Ja, hoewel het natuurlijk eigenlijk niet bijzonder had moeten zijn. Nee. Maar dat dit er is in die tijd, ja, was dat bijzonder. Ja. Dank dat we hier even mochten zijn. We zijn alweer aan het einde van de uitzending helaas.
Had je nog een prangende vraag, een van jullie? Nee. Duidelijk? Nee. Nee, nee, nee. Blij dat je een keertje naar binnen bent gekomen. Ja, dat is wel. Ja, heel mooi. Mooi, mooie kerk. Dank je wel. Dank jullie voor jullie verhaal. Dank u wel. Ja. En u uiteraard bedankt voor het kijken. Heeft u nou een leuke straat? Laat het ons dan even weten via straten@at5.nl. Dank u wel. Wauw. Was je hier al eens geweest? Ja.